Edwin van der Sar, voorzitter van het Technisch Hart, was vanochtend vroeg op de toekomst, maar wilde niet reageren. Zoals wel vaker het geval is bij Ajax, wilde niemand reageren op het gedwongen vertrek van Wim Jonk bij de club. Zou ik jou één vraag mogen stellen over Wim Jonk? Nee, maar ik heb niks over Wim te vertellen, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Moet naar binnen. Wat is er nou weer allemaal aan de hand? Nee, ik heb niks gezegd. Moest dat klaar tellen? Nee. Waarom niet? Nee. Een onoverbrugbaar meningsverschil dus. Daar moeten we het voorlopig mee doen. De directie van Ajax heeft of een flink dossier van Jonk opgebouwd of zal diep in de buidel moeten tasten, want Jonk had een contract voor onbepaalde tijd.